Ik wil jullie wat laten proeven. En dan beginnen we met een groot potje dat ieder van zijn neus heeft. Ja, dat noemen wij de Crazy Pea. En dan wil ik horen wat jullie proeven. Jullie proeven dopertjes. Wat, ja, heel veel groenten, lust niet enzovoorts. We worden natuurlijk door het wordt allemaal zo simpel gemaakt wat je eten moet tegenwoordig. Pakjes, zakjes enzovoorts. En het vers wordt vergeten. De consumptie van groenten en fruit is de afgelopen 10 jaar met 20% gezakt. 20%. En we worden steeds zieker en steeds beroerder. Dus je moet de kinderen gewoon weer leren wat smaak is. Steek in je mond. En dan gaat iets heel raars gebeuren in je mond. Je krijgt een tinteling op je tong. Ja? Nu ga je kwijlen. Ja? 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 En nu voelt het of je een batterij gelikt hebt van 9 volt. En er zit een tandpasta. Eet jij nou thuis ook altijd een beetje groente? Ja, heel veel groente. Ja, ik vind het gewoon heel lekker. Lekkerder dan friet of een pizza? Ja, zeker wel. Jullie zijn wel voorbeeldige kinderen allemaal, ja. Hè? Is het echt zo? Ja, blijkbaar wel. Wat smaakt die daar? Zure appel, hè? Ze zijn super enthousiast. Ze proberen alles. Ik sta er helemaal van versteld dat ze toch alles proeven. Ook al vinden ze iets minder lekker, dat ze het toch allemaal proberen. En eet u zelf ook braaf altijd groenten? Niet iedere avond, maar wel zo vaak mogelijk.